Welcome to KLM Surprise. Armed with our social media toolkit, our little experiment began. First job, find KLM passengers who had checked into their flight via one of KLM's Foursquare locations or left a message through Twitter. Second job, search their social profiles, get to know them in a discreet manner, to think of a personalized gift. Nothing fancy, like a house or a sports car. Just small stuff, carry-on size stuff. Third job, hunt them down and deliver the gift. Fourth job, F9, Abu Dhabi. Repeat steps 1 and 2 until either success is achieved, boredom sets in, or blisters need to be treated. Abu Dhabi staat niet aan boord. Ik moest helemaal door de security heen en zo, maar die zit niet op die vlucht. Omdat zij een heel sportief iemand is en een weekend Rome gaat doen, kijk, is het misschien leuk als we haar zo'n Nike Plus bandje geven. Ja, wel heel leuk. Dan heb je dat niet nodig. Linda Bomhoff. 100% zeg je dat het er is, want ze kreeg net een bericht, denk ik. Ik hoorde haar KLM zeggen. Goedemiddag. En je liet ons weten via Twitter. Ja. Dat je met ons reist vandaag. Ja. Dus we hebben een kleinigheidje voor je gekocht. Nou, wat leuk. Om je een hele fijne fijn weekend is het geloof ik, hè? Geen weekend. Fijn weekend te wensen. En omdat je sportief bent kun je daar de afstand meten en hoe lang je erover doet. Hartstikke leuk. Maar Twitter al, die goed voor je is. Hoe heet je? Pim. Gelukkig heb je gevonden. Ja. Hoi. Hoi. Dag. Pim, je hebt laten weten dat je met ons vliegt vandaag naar Washington. Ja, dat klopt. Dus we willen je verrassen met iets, een kleine aardigheid. Je bent als van je iPad verstuurd, toch? Dus we hebben het een goedbon voor je van 15 euro. Hey, om apps te downloaden. Dat is leuk, dankjewel. Tot ziens. Nou, hij is op Twitter staat. In Mexico huisjes bouwen voor daklozen op initiatief van Homeplan. Pleisters, middelgan, of weet je, of hoe heet dat spul van tegen... Ja, E24, vlucht KL0783. Meneer heet een medebok, hè? Ja, zo heet hij. Natuurlijk wel even kijken op mijn iPhone. Ik ga die meneer even opzoeken. Ik heb zo'n klein fotootje. En mee de bok, zoek je die? Die zou er moeten zijn. Hij gaat huisjes bouwen in Mexico. Hallo. U reist vandaag met ons naar Mexico? Ja, dat klopt. En u gaat daar iets moois doen, of niet? Ja, dat klopt. Yes. Heel eerlijk, via Twitter heeft u een berichtje gestuurd dat u op Schiphol was en dat hij met ons naar Mexico vloog. Alsjeblieft. Voor wat energie en wat verzorging. Een hele fijne reis. Ja, bedankt. Een mooie reis. Hallo, u bent meneer Beuneman. Ja. Dag meneer Luisenberg. Dat ben ik. Bent u mevrouw Bergen, mevrouw Sauenaar. Hallo. U gaat vandaag naar congres op zoek naar nieuwe verbindingen. Wat waarschijnlijk ook wel over social media gaat. Ja. U heeft vandaag via Twitter laten weten dat u met ons reist naar Cairo. Ja, klopt. En dat vonden we in dat verband zo leuk dat we u een kleine verrassing willen aanbieden. Dus bij deze hopen dat u een hele fijne reis heeft. Het is een bioscoopbom voor de social network. Die wil ik graag zien. We wensen u een hele fijne reis, een inspirerend congres. We kregen een berichtje van uw buurman en we dachten wat leuk, want hij zei, nou mijn buurvrouw is echt een voorbeeld, want ze is al een beetje op leeftijd en ze reizen nog zoveel. We hebben een klein cadeautje voor u en we hebben ervoor gezorgd dat u een stoel met extra beenruimte, Economy Comfort heet dat, voor u op de heen- en op de terugweg hebben geboekt. Dus dan zit u wat, wat ruimer. Ik vind dit gewoon fijn. Ja? Ja. Goedemiddag, ben jij Eefke? Ja. Niet schrikken. Hoi. Ben je klaar voor New York? Ja. Je liet via Twitter weten dat je naar New York ging. We hebben gewoon iets kleins voor je, een kleine rijtje. Niet schrikken hoor. Super, dankjewel. Ik zat daar meteen even te twitteren. After several weeks of handing out little gifts, a few things became apparent. In the age of social media, doing something that creates a real smile on somebody's face is much cooler than attaching a smiley face. But most importantly, it seemed that indeed an airline could use social media to both surprise and make a small difference to a passenger's day. And we're not just guessing that. We know. Because they told us. And their friends. Massively.